opleiding bestaat uit 4 jaar. De eerste 2 jaren zijn basisjaren en dan behandel je alle 3 de uitstroomrichtingen. Dat is dan anesthesie, spoedeisende hulp en ambulancezorg. Na het 2e jaar kies je een differentiatierichting. En ik heb toen ambulancezorg gekozen en daar ga je nog 2 jaar in specialiseren. 2017 is Janneke traineeship begonnen. De 2 jaren daarvoor heeft ze stage gelopen hier, dus haar 3e jaar stage heb ik voor het eerst Janneke leren kennen. Toen ik begon in de ambulancezorg was het af en toe best wel lastig. Omdat ik nog zo jong ben en omdat ik natuurlijk een hele andere achtergrond heb dan de huidige ambulanceverpleegkundigen, hadden mensen daar vaak vragen over, ook wel onbegrip. Mijn eerste reactie op de BMH-opleiding, student, ja, ik dacht echt van, wat moeten die jonge mensen nu op een ambulance zoeken? Dat vond ik echt moeilijk. Nou, bijvoorbeeld bij een patiënt in psychische nood, dan moet je toch stevig in je schoenen staan en een stukje levenservaring meebrengen om zo'n patiënt, zeg maar, te woord te staan en te overtuigen dat hij mee moet. Eigenlijk wist ik heel weinig van de samenwerking met de ambulancechauffeur. Ik denk dat dat komt omdat er tijdens de studie heel veel aandacht is voor de medische hulpverlener. Om die op te leiden, om die theoretisch goed op te leiden, op stage te sturen. Maar dat er weinig aandacht is voor eigenlijk die samenwerking die er binnen een hulpverlening is. En die zo belangrijk is. En dat is iets wat ik van mijn werkbegeleider chauffeur Deni heel veel heb geleerd. En waar we heel veel aandacht op hebben gevestigd tijdens het traineeship. Om... gewoon in te zien dat je het samen moet doen. En dat je kan nog zo'n goede medische hulpverlener zijn, maar als je het niet samen doet, dan kom je er niet. Wat is er aan de hand, mevrouw? Ik voel een beetje drukkend pijn op mijn borst en ik ben altijd duizelig. Ja. Ik voel me echt gewoon niet lekker. Nee. Ik zie een echte groei bij Janneke in haar ontwikkeling. Heb ik gezien in haar stages, maar ook met name in haar 9 maanden durende traineeship. Je ziet gewoon haar vertrouwen groeien en daarmee ook het afnemen van een anamnese bij een patiënt en het geruststellen. Ja. Mevrouw, we gaan even een hartfilmpje maken. Dat houdt in dat u wat plakkers op de borst krijgt en dan kunnen we kijken naar het hart. Ja? Okay. Je bent eigenlijk constant bezig om jezelf te bewijzen. Want mensen hebben vragen, mensen hebben nog geen vertrouwen. Dus je bent constant bezig met te laten zien dat je het wel kan. Maar aan de andere kant ben je ook nog gewoon lerende. Eigenlijk wil je je niet te kwetsbaar opstellen. Want je moet laten zien dat je het kan, maar aan de andere kant moet dat af en toe, want anders groei je niet. Mijn eerste kennismaking met Janneke was dat ze in het traineeship zat. En dat ze daarin eigenlijk al voor zichzelf al een redelijke rol had gepositioneerd. Op dat punt kwam ik erbij en heb ik haar eigenlijk richting het einde mee begeleid. Ik zit met haar vooral in het evaluatietraject van hoe is het afgelopen week gegaan. Hoe gaan we nu verder en waar liggen jouw hiaten, waar liggen jouw knelpunten? Ik zie heel goed de bewustwording van wat is precies aan de hand, wat is de situatie. Daarna zie ik je... Wat ik geleerd heb van Janneke in onze samenwerking, is dat ik niet te veel een halve stap voor haar moet gaan staan, maar juist een halve stap achter haar, om haar juist de kans te geven om haar ding te doen, de leiding te nemen. Want zij moet uiteindelijk wel een ambulancechauffeur ook aan kunnen sturen. Hij heeft er vertrouwen in. En dat is iets wat hij uitstraalt op mij. En dat is iets wat mij dan weer heel erg ten goede komt in de hulpverlening, in de samenwerking. Ik probeer die mensen een kans te geven. En ik hoop dat mijn collega's er ook zo in gaan staan. Probeer je hakken uit zand te halen. Maar probeer ook echt objectief te kijken naar die mensen. Hoe zijn ze? En hebben ze de potentie om door te groeien naar een ambulancezorgprofessional? Wat wij gemerkt hebben door de BMH-studenten, stagiaires die wij bij ons hebben, is dat het de sector zelf in beweging gezet heeft. Er zijn heel veel mensen, verpleegkundigen, die ook nagedacht hebben over ja, wat gebeurt er nu eigenlijk om ons heen. En dat heeft hen ook in beweging gezet om na te denken over wat doet dit met mijn vak, wat betekent dat voor ons. En dat hadden wij zelf zonder die BMH nooit in beweging gebracht. Het succes van de BMH in deze 5 jaar, maar eigenlijk ook eigenlijk in de toekomst, is denk ik ook een beetje de gunfactor. De eerste lichting die heeft het heel moeilijk gehad om stageplekken te vinden. En dat is ook belangrijk, want ze moeten daar natuurlijk ook hun vlieguren maken. En als ze het daar niet halen en niet een goede basis hebben, dan kunnen ze ook niet door richting de ambulancedienst. Dus het is denk ik de gunfactor die is heel erg belangrijk met de juiste stageplekken om daar goed te kunnen leren.